Hier in het Wilde Westen leeft een eenzame cowboy. En hij is een van de beste. Het is soms wat druk in de saloon, maar onze held blijft altijd kalm. En zal nooit een vlieg kwaad doen. Op zijn trouwe paard draaft hij over de uitgestrekte prairie. Geniet van de eenzaamheid en houdt niet van herrie. Lucky Luke. De schrik van elke bandiet. Lucky Luke. Oh nee, bang is hij niet. Lucky Luke. En hij schiet sneller dan zijn schaduw. Jackpot voor de Daltons. Een spooknacht. Maar wat een mooi nieuw beveiligingssysteem. Door de firma Luke en Lock, die ook de sloten heeft verzorgd van de Staatsbank, de moeder van alle banken. Ik heb een pakje van Ma Dalton voor haar knulletjes. Ha! Dat is mijn lievelingstaart! Au! Ik hou het ijzer wel. Alsof zij het modernste beveiligingssysteem ter wereld kunnen kraken met een oude vijl. Hey, waar is Averill? Averill, kom onmiddellijk naar binnen. Ik heb mijn steen nog niet af. Geef me nog een paar minuutjes. Oh, oh. Hij flonkert als een reuze vuurvlieg. Op een dag zal ik deze gevangenis steen voor steen afbreken. Uit mijn blote hoofd schat ik dat deze gevangenis 12.368 stenen bevat. En daar de gemiddelde tijd nodig om een steen te verpulveren 12 uur 20 minuten is, zou dat jou 96.000 volle werkdagen kosten. Alles goed, hè, vooral? Volg mij. Die gek denkt dat hij een ultramodern systeem kan kraken. Oh. Een beetje zachtjes. Kijk nou toch eens. De bliksem maakt hem slim. Wacht eens even. Ik ben de slimme Dalton. Hij is maar vreemd. Elk systeem heeft zo ongeveer 1 miljoen mogelijkheden. Een beetje denkkracht doet het werk. Ja, dat had ik zelf dus ook al bedacht. Hé, hey, kom op, Joe. Je weet hoe je koppie valt als je Job wint. Misschien, maar wie is de baas hier? Ik ben de baas. Huh? Ben er maar aan, Joey. Het systeem is feilloos, zeg je? Er is zelfs nog nooit een poging ondernomen. Kan iemand die het systeem kent misschien hebben geholpen? Alleen snoep heeft zulke mooie kleuren. Een werknemer van Luke en Lock? Onmogelijk. Ik ga naar hun hoofdkantoor in Brain Valley. Ik zei ik ga. Is gehoord, ik ga. Wat moeten we nu doen? Zoals altijd. We stelen pistolen en we plunderen en we beroven. Nee, nee, nee. Voor ons geen kleine bankjes meer. We gaan voor meer. Veel meer. Fort Knox. De Staatsbank? Met wat voor wapens dan? Met denkkracht. Joe's denkkracht? Nee, de mijne. Ah.
Oh nee, dat lukt me nooit met mijn Nick. Zou het hem ooit gaan dagen dat hij er onderdoor kan? Ik denk het eigenlijk niet. Geen nieuws over de Daltons. Altijd een slecht teken. Rattenplan. Waarom dragen we nu ook alweer verschillende kleren, Everal? Niets werkt zo verwarrend als het aannemen van een nieuwe identiteit. Zoals die opgewonden dwerg. Ben ik een dwerg? In het Look & Lock kantoor ligt het beveiligingsplan van Fort Knox. We stelen het plan en het goud is van ons. En dat zijn dus bergen goud. Klinkt cool. Geen geweld, maar 100% hersenen. Weet je, als Ma hiervan wist, dan kreeg ze een beroerte. Lucky Luke, Lucky Luke, die rijdt daar. We zijn ongewapend, moeten pistolen hebben. Nee, domme Rick. Je weet toch dat we dan altijd meteen weer gepakt worden? Hé, hey, kap daarmee. Als jij zo slim bent, hoe komt het dan dat Luke hier is terwijl wij geen sporen hebben achtergelaten? Hij is hier ook voor Luke en Loki. Ja, ik snap het niet. Ik heb een goed idee. Ik gebruik onze vriend Luke en dat wordt nog lachen ook. Zorg dat die eekhoorn ze rustig houdt. Ons personeel is boven iedere verdenking verheven en ons systeem te slim af zijn. Komt u maar even een kijkje nemen. Uw beroemde Colt 45 mag helaas niet mee naar binnen, meneer Luke. Pas goed bij de Volvo, Basie. Dit lijkt me een mooi moment om een dutje te doen. Goeiedag, ik ben de assistent van meneer Luc. Jijks, een Dalton? Ik zie dat meneer Luc Holt u goed kent. Wij bewaken de snelste Colt 45 van het Westen. Het wordt tijd dat ik hem weer eens schoonmaak. Weet je waarom die zo snel schiet? Door olijfolie. Maar het is een geheim. Ik heb niks gezien. Ik zou wel zo'n klontje lusten. Goed, ik ga weer. Zeg maar niet dat ik geweest ben. En vooral niet dat ik je zijn geheim verteld heb. Ik weet van niks, hoor. Zeg, jij doet maar aan iemand denken. Ja? Ze zeggen wel vaker dat ik op Billy the Kid lijk. Ja, dat zal best. Wanneer zou Luke toch die gevangenis uitkomen? Ik verzeker u, niemand bij Luke & Lock heeft de Daltons helpen ontsnappen. Maar iemand kraakt in het systeem. Uw pistool, meneer. Twee klontjes graag. Telegram van meneer Ed Luke. De Dalton, stop. Beroofde net, stop. Een bank in Cactus Junction, stop, stop. Voor het eerst ben ik er blij om. U was toch vertrokken? Oh, mijn baas heeft hier een van zijn sporen verloren. Dit is een zacht eindje. Hier is hij! Hoezo hebben de Daltons uw bank niet beroofd? Niet onlangs in elk geval. Zijn ze ontsnapt? Iemand hielp ze en die iemand leidt mij nu op een doodspoor. Zeg, als u de Daltons ziet,
herinner ze dan aan mij, hè? Want als je bank het niet waard is beroofd te worden, dan is het niet veel waard. Oh, die is goed. Luc trekt nu de haar uit zijn kop. Als jij zo slim bent, Everal, waarom is Luc dan niet al lang verleden tijd? Niet zo snel, kleintje, niet zo snel. Ha, zijn pistool zit onder de olie. En nog een verrassing voor Nox is van ons. Ha, die berggoud is zo goed als zeker van... Ik heb honger. Ze wilden me weglokken, maar van wat? Slimme Daltons zijn heel wat lastiger dan domme Daltons, hè, cowboy? We gaan terug. Waarom snuffel jij mijn revolver, Rattenplan? Geef me een klontje. Oké, wie is de baas? Jij bent de baas, Joe. Zo is het maar net. Nu even dit, genie. 2 plus 2. Ik weet niet, Joe. 3 en 2. 3. Dat is fout. 1. Oh, oelewapper. Nee. 4. Natuurlijk niet. Luister goed. Onder mijn goede leiding slaan we weer aan het plunderen en het beroven. Maar ik en Wil hadden zo gehoopt op Everal hier, Fort Knox en de berg goud. We moeten hem opladen, tot we Fort Knox beroofd hebben. Zoek een bliksem. De Daltons zijn weer tevoorschijn gekomen. En dit keer echt. Weer met een vriendelijk bezoek aan de bank, neem ik aan. Ze ontvoerden een Indiaanse sjamaan. Geen idee waarom. Huh? Een klontje maar. Vooruit aan de slag. Maak een goede storm met bliksem en al. Zure zwijn doet enkel regendans als zure zwijn dat wil. Maak regen of het regent klappen op jou. Zure zwijn haat geslagen worden. Maar voor dans heb ik goed slagwerk nodig. Ze verschenen, ontvoerden de sjamaan en dat is alles wat er gebeurde. Dat is alles. Het is duidelijk dat dit bleekgezicht zijn sjamaan was die werd ontvoerd. Zure zwijn niet was een jullie alledaagse sjamanen. Hij was specialist die wolken beheerste. Regen maken? Regen, hagel, ijs, sneeuw, orkanen op oproep, donder en bliksem mogelijk. En hij klaarde altijd op voor de vakantie begon. Erg indrukwekkend. Als de 4 bleekgezichten zure zwijn niet teruggeven, dan verschijnen er donderwolken aan hemel. Chief, niet op uw achterste benen staan. Ik breng uw sjamaan terug. Kom op, waar is de regen? Slagwerk is fout! Als jullie zo doorgaan, krijgen jullie regen van rotte penen. Oh, ik denk dat jij de boel belazert. Zure zwijn belazert alleen niet, maar hij kan ook een bleek gezicht in de maden veranderen. Ach, wie heeft jou ook nodig? Hond ruikt wilde kalkoen. Heeft hij gelijk? Nee, Rattenplan, dat is geen kalkoen, dat is een Indiaan. De Daltons hebben je vrijgelaten. Wat wilden ze? Zij wilden bliksem. Gratis. Bliksem? Waarom dat dan? Meeste mensen vragen daarom als ze de barbecue niet aankrijgen. En kregen ze hun bliksem of niet? Nee, want zoals het spreekwoord zegt, als je geen ritme kan slaan, dan krijg je het vuur van zijn leven niet aan. Wat wij nodig hebben is elektriciteit. Elektriciteit. Dat spul dat in bliksem zit. Als je wat bliksem vindt, waarom dan mijn soep op? Misschien is hij dom nog wel erger dan slim. Soms als je je hoofd stoot, gaat het van bzzz, lijkt ook op bliksem. Bijna, maar niet helemaal. De Daltons! De Daltons! Bent u beroofd? Dat niet.
Ze vroegen me wat van mijn elektrische... dat spul dat in bliksem zit. Mm-hmm. Dus ze willen elektriciteit hebben. Weet je, jouw hond kan je veel leren over ritme. Dat is raar. Ik zou zweren dat ik drums hoor. Met zulk slagwerk is bliksem maken een ommetje in het park. Een 1, een 2, een 1, 2, 3. Ah! Ja! Tot ziens, jongens! Een kleine verfrissing is op zijn plaats. Zo, dat is de slimste hond die ik ooit zag. Het klinkt gek, maar elektriciteit heeft een speciale invloed op bepaalde hersens. Rattaplan, zou jij... Ja, en geen zorgen. Jij wilt de Daltons vinden? Kom maar mee dan. Als die stommeling niet zo stom was, dan konden we ons zeggen hoe we hem slim konden maken. Stomme opmerking. Misschien als we in Breinvallei zijn, dan vinden we iemand die een machine heeft uitgevonden die bliksem maakt. Je hoofd gestoten, William. Jongen, gaat dit me echt weer eens een nugger maken? Rustig, Everall. We willen zeker weten dat die machine werkt. Ik ga eerst, want ik ben de baas. Oké, Joe. Hoe gaan we Fort Knox veroveren? Kom jij eens hier, Everall. Zijn kop mag misschien in orde zijn, maar zijn hersens zitten in zijn neus. Ik verzeker je, Ekoes, een geur volgen is niet enkel ruiken. Het behelst complexe waarneming en onderscheidingsvermogen. Je volgt me niet, hè? Vroeger vond ik hem leuker, geloof ik. Als ik het juist heb, dan leidt Everall de Daltons nu. Benieuwd hoe Joe dat vindt. Je kan zoveel mokken als je wilt. Ik laat je alleen meedoen als je belooft dat je precies doet wat ik zeg. Ik wil dat goud. Dat krijg je als je je gedraagt. Ze zijn hier niet. Pardon? Niet schieten. Ze stalen mijn kar en mijn elektriciteitsmachine gingen toen daarheen. Ik zie hun sporen. Weet je, intelligentie onderscheidt de superieure hond van het ordinaire paard. Ja, ja, ja. Naar Fort Knox, in galop. Fort Knox, het grootste spaarvarken ter wereld. Krijg je ons erin? De bewakers? Nee, niet op mijn hoofd. Code 40187200. Algemene vergadering van alle bewakers in zaal nummer 22. Met wapens hadden we ze kunnen neerschieten. Hé, hey, had toch best gekund. Wow. Kom op, Slomer, tijd is kostbaar. Dit heet de galop, waar het roos het wind van elk idioot. Het goud is van ons! Ach, een kapukje. Nee, blijf nou wie je was! Bomben! Nou, snap ik waarom Everall wou dat we die machine meenamen. Kijk, kijk, moet je zien.
Aansteller. Ik voel me raar of ik geniest heb. Kom, maak open. Ik ben dood in de hemel. Nee, niet nu, hè. Wat was je plan voor het laden van het goud op de kar, hè? Zeg nou! Wat is het hier mooi. Alles glanst, hè? Pompen! Er lijkt storm op komst. Het werkt niet meer! Het werkt niet meer! Wat werkt niet meer, Joe? We doen het gewoon met de hand. Ze doen het op de ouderwetse manier. Fijn, zo'n superbrein dat je benen niet dragen kunnen. Het moet sneller! Ik heb een boel hier! Oké, jongens, het feest is voorbij. Waarom hebben wij geen wapens gestolen? Omdat stommeling die je bent, je weet dat we dan altijd heel snel gepakt worden. Ja, dat is stom. Everon is een genie! Eindelijk! Hier heb ik zo lang op gewacht! Hé! Ik moet bijna janken! Everon zei iets over een verrassing! Het is karamel! Wat een goed idee! Huh? Oh. Oké, wie is het enige genie in de familie? Dat ben jij, Joe! Durf je het tegen me op te nemen, Eekwoes? Hey, chocola! Hij had je ingemaakt. Ik dacht het niet. Ook witte chocola. Lekker hoor. I'm a full lonesome cowboy.